mij. Jeroen is neef van mij. Wij doen dat met de familie. We rijden langdurige races in endurance. Dat zijn races tussen de 2 en de 8 uur. En doordat je zo lang racet, ga je ook wisselen. En verrijden wisselen en tanken onderweg. We hadden vorig jaar al een keer in een landelijk motorblad een artikel gelezen over de No Budget Cup. We werden enthousiast en uiteindelijk kregen we vorig jaar de mogelijkheid om 2 circuitfietsen over te nemen. En toen we de knoop doorgaan, hebben we gezegd, nou, we hebben nu 2 circuitfietsen. Die voldoen ook aan de eisen die gesteld worden in dit No Budget Cup. En we gaan ze opbouwen, klaarmaken en we gaan het gewoon doen. Wedstrijden, waarvan 4 wedstrijden in België en 1 wedstrijd in Frankrijk. Het is een Belgische organisatie, dat is ook de reden waarom we in België rijden. Verder heb je hier in Nederland ook niet echt een endurance competitie. Suzuki's GCZ 750 uit 1999. Het is zo dat in de No Budget Cup, om de kosten te besparen, er geëist wordt dat de motorfiets minimaal 10 jaar oud is. En omdat wij 2 identieke motorfietsen konden overnemen, hebben we dus ook een fiets om te trainen en als donorfiets eventueel bij de wedstrijd. Dat je het met z'n allen doet en dat je het met de familie kunt doen, maakt het gewoon heel erg leuk. Is het weer nog goed binnen de familie? Ja, is soms gespannen, maar dat hoort ook wel een beetje bij de sport. Zo zitten we ook wel een beetje in elkaar als familie. Maar dat gaat uitstekend. Ja, dat gaat absoluut goed.